Ik ben Sabine Vos, schrijfster van jeugd- en kinderboeken en ook van een aantal volwassenenboeken. Het laatste van vorig jaar ging over mama's in gevangenschap. De twee boeken die ik heel graag wil nomineren voor 2015, na Rijp Beraad, is ten eerste Mia Voyer, met allemaal werk van Paul van Ostaijn, een boek samengesteld door Koen Broeke, Peter Holvoet Hansen, Koen Peters en Pascal Verbeken, uitgegeven bij De Bezige Bij in Anter. Een poëzieboek, Paul van Ostaijn natuurlijk, waar ik geweldig, ja, fan is het foute woord, maar ik lees vooral zijn poëzie heel graag, omdat hij toch een bijzondere vormgeving zelf al hanteert. En het mooie is dat in dit poëzieboek zijn vormgeving heel het boek door wordt doorgetrokken. Dus dat vond ik een absolute kanshebber. Maar het boek dat, als ik u toch een klein beetje mag beïnvloeden, dat mijn persoonlijke voorkeur wegdraagt, is eigenlijk een Bijbel. Niet dat ik zo katholiek ben, maar goed. Dat is dit boek, een Bijbel met tekst van Philippe Legermeijer en geïllustreerd door Rebecca Doutremer. Mensen uit de illustratiewereld zullen haar zeker kennen, een meermaals bekroonde Franse illustratrice. En waarom heb ik voor dit boek gekozen? Om een heel aantal redenen. De Bijbel, dat vind ik al durven om dat aan te pakken, maar het heeft echt een modern jasje gekregen, de Bijbel. De illustraties van Rebecca die overstijgen het niveau van een illustratie. Zij is voor mij althans een echte kunstenares. Er staan prachtige illustraties in het boek, heel diverse illustraties. Bijvoorbeeld zo deze pagina is een pagina die kinderen heel erg gaat aanspreken, omdat het zo kleurrijk is. Maar je hebt dan ook pagina's zoals bijvoorbeeld deze pagina, waar ze erin slaagt om een gans verhaal in een paar lijnen volledig samen te vatten. En hoe ze met een paar potloodlijntjes een blik en in die blik een gans verhaal verteld krijgt. Ja, dat vind ik echt geweldig. Het is als naar een kunsttentoonstelling gaan, enkel en alleen door dit boek te lezen en te herlezen. Zo divers is het. En haar vorm van verfijning die wordt doorgetrokken in de vormgeving van het ganse boek. Ook met titels, teksten, stukjes tekst die gehighlight worden. De druk is prachtig, de kleuren spatten echt van de pagina's. Dus voor mij is dat qua vormgeving, ja, de absolute topper van 2014.